Helaas hebben we onlangs afscheid genomen van Flappy Bird. Een tragisch begrip in de gamegeschiedenis. Ach ja, het was eigenlijk best wel een stom spel. Maar ja, aangezien makers hun best blijven doen en zo origineel mogelijk proberen te scoren in de game-history, gaan we dus na het intro het geweldige vervolg van Flappy Bird zien. Flappy Bird. Na het intro. Dit is geen intro. Okay, people, let's go to work. Mijn highscore was 1 punt, dames en heren. Dit is Flappy Bird. En Flappy Bird is het bekende figuurtje uit Sesamstraat. Laten we gewoon eens kijken hoe ver we komen, jongens. Jullie zien hieronder, zien jullie dus mijn muis. Let up. Dat is nieuw. Just saying. Daar gaan we, jongens. Flappy Bird. Ernie. Dit is het spel van 2014. Sowieso Flappy Bird, dames en heren. In de beschrijving kan je zeker dit spel... We gaan proberen. Ernie. Overnieuw. In de beschrijving kan je kijken en het spel spelen. Ik ga nu concentreren. Ernie. Oh, ik had niet moeten klikken. Ik had moeten wachten. Ik weet het. Ernie. No, shit. Mag ik niet op de grond. Even kijken hoor. Dan gaan we. Stomme Bert. Ja? Oh my god, hoe ver gaan we halen? Oh my god. Ernie. Ik ga niet eens meer verder spelen. Dames en heren, dit is aan jullie weer de taak om te kijken hoe ver je met het spel komt. Plaats onderin de comments de score die je hebt geplaatst. En ik ga ze lezen en kijken hoe ver ben jij gekomen. Een ontzettend leuk doel. Zeker spelen. Nogmaals, kijk in de beschrijving voor de link. En tot de volgende video. Ik zeg, doei mensen. Bedankt voor het kijken. Shit! Ja? Ja? Komt-ie. Dit gaat lekker, jongen. Dit is een tactiek, jongens. Je moet af en toe klikken, gewoon om de seconde. Hup. Oké, ik ga nu een record vestigen, jongens. Ernie.